zijn Transport Paul Vallon, gevist in Oosterhouten. Mijn overgrootvader is van start gegaan in 1929 met het transportbedrijf. En momenteel ben ik de vierde generatie. We hebben 28 trekkende voertuigen en 55 trailers. Wij doen vooral groepagevervoer van België, Nederland naar Frankrijk en terug en retour. De voorliefde is bij mij altijd Scania geweest. Door toedoen van zijn er op een bepaald moment andere merken aan te pas gekomen. Maar door passie van Scania in het hart te dragen en onder andere mijn chauffeurs, hebben wij momenteel teruggekozen voor de Scania. Ik vind het een heel comfortabele wagen. Onderhoud, verbruik, comfort voor de chauffeur zijn perfect. Onder mijn chauffeurs hier persoonlijk kan ik vernemen dat ze allemaal uiterst tevreden zijn van de Scania. Het hart klopt bij de Scania, bij die mensen hier bij mijn bedrijf. En daarom ook de voorliefde dat ik terug voor Scania gekozen heb momenteel. Ik vind het heel belangrijk dat mijn chauffeurs er hun goed voelen in hun werkgebied. We hebben van elk merk hebben wij van toepassing gehad bij ons binnen het bedrijf. Maar door de jaren heen was in de motorcamper Scania het merk voor elk vervoerder. Heel de motorcamper reed met Scania toen. Ja, mijn vader heeft ook altijd met Scania gewerkt. Op een gegeven moment is er concurrentie bijgekomen bij ons in het bedrijf. We hebben iets overwogen voor een ander voertuig aan te schaffen ook. Maar ons hart is altijd bij Scania blijven kloppen. Ik vind het heel belangrijk, het gevoel van de chauffeur vind ik belangrijk. Dan ook het verbruik, de onderhoudskost, de uitstraling van het voertuig, de afwerking van het voertuig. Mij persoonlijk vind ik Scania echt een, ja, de Porsche van de vrachtwagen, zal ik het zo maar vertellen. Ik vind het ook heel belangrijk dat de jongens hun goed voelen in mijn Scania. En dat is momenteel ook zo, we zijn allemaal uiterst tevreden. De reactie van mijn chauffeur is momenteel heel positief. Tot op heden heb ik nog geen enkel negatief punt vernomen bij mij hier. Ik denk de naam Scania is al heel veel jaren bekend in de transportsector. Er zijn andere voertuigen mee op de markt gekomen, maar Scania is nog altijd de naam en blijft bij elke chauffeur iets bijzonders. En voor mijn chauffeurs is met de Scania een trots om met hem te mogen rijden.